zo standaard is als dat het hoort te zijn. Dit moet hem wel zijn, denk ik, hè? Ja, dit is, als ik het goed heb, weer Kostiaan Vossard met zijn John Deere. En we gaan eens even kijken hoe ver die gaat komen. Nu. 70 meter 25, dat is zijn doel. Om dat te overtreffen. Ja. Hij houdt hem niet helemaal recht voor mijn gevoel. Nee, hij gaat wat naar de rechterkant van de baan. Misschien dat hij het bewust doet dat hij denkt dat hij daar betere kans maakt. Want ja, de baan heeft op sommige plekken wel dat hij wat losser of wat vaster is. Waardoor je of in het voordeel of nadeel kan zijn. Hij gaat tot nu toe stabieler dan zijn concurrent, Frank de Vos. Ik denk dat hij de 70 meter ondertussen wel voorbij is. De sleepwagen is wat slecht af te lezen. De bordjes langs de kant, de 50 is hij voorbij, de 60 ook en de 70 inmiddels ook. Nu gaat hij het wel zwaar krijgen, nu krijgt hij het zwaar en hij valt stil. Ik denk dat hij wel een meter of 75 tot 80 heeft gehad. Hij is het bordje van de 70 voorbij, dus dan moet hij veilig zijn. Ja, die zijn voorbij. Dat, dan hebben we een winnaar. Nou, Volgens mij hebben we nog een nummer 3 in deze klasse. Want ik zie dat er nog een vet staat. Ja, ja, bevestigd. Dat wordt bevestigd. Dus van Frank de Vos weten we dat hij deze klasse niet gaat winnen. Nee, hij heeft wel een podiumplek. Ja. Maar de vraag is nog, wordt hij 2 of wordt hij 3? En op dit moment, we wachten nog even op de afstand, maar kunnen we eigenlijk al zeker weten dat Kostiaan Vossard op dit moment eerste plek heeft.